De betalingen die zijn opgenomen in contracten van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, zijn onrechtvaardig en onredelijk. President Chandrika Prasad Santokhi reageerde vandaag op de vele perikelen van de SLM. Samen met juristen worden nu mogelijkheden bekeken hoe deze onrechtvaardige betalingen kunnen worden verhaald. Afgelopen week kwamen er diverse contracten van de SLM met consultants boven water, waaronder met Pranob Bisesoor. De president zegt dat de dienstbetrekking met betrokkenen per vandaag is beëindigd. Met ingang vandaag is betrokkenen niet meer betrokken als dienstverlener op het kabinet van de president en is een overeenkomst ook beëindigd, meneer voorzitter. Tevens heb ik beslist, meneer voorzitter, betrokkenen geen enkel zitting meer zal hebben. Enig ander orgaan van de staat er ook geen andere werkzaamheden zal verrichten in commissies en of raden. En ook ontlast is van alle werkzaamheden die hij op dit moment uitvoert bij de SLM, meneer voorzitter. We wachten onderzoek af en natuurlijk zullen uw geacht college deelgenoot laten zijn van het onderzoeksresultaat. En ik kijk uit welke beslissing uw parlement zal nemen, op welke wijze het vraagstuk van SLM verder besproken zal worden in uw geacht college, meneer voorzitter. Uw parlement en de samenleving zullen door de regering constantig geïnformeerd worden, ook met betrekking tot het vervolgtraject wat deze kwestie betreft. Ten aanzien van de situatie bij de energiebedrijven Suriname, EBS, waarbij er misstanden zijn gepleegd door RVC-leden en of directieleden, zegt Santokhi dat er een separaat onderzoek wordt ingesteld. Het crisisteam van EBS heeft hiervoor een schriftelijke opdracht gekregen van de president. En ook zo snel mogelijk ons als regering daarvan te informeren en afhankelijk van de bevindingen van het crisisteam zullen we dan vervolgstappen ondernemen. En ook hier geldt dat als er zaken zijn die naar het Openbaar Ministerie moeten gaan, dan zal dat zo snel mogelijk ook gebeuren. Meneer voorzitter. Het staatshoofd wijst erop dat als de onderzoeken die lopen bij twee staatsbedrijven uitwijzen, dat het Openbaar Ministerie erbij moet worden.